Goedemiddag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag gaan we het hebben over de pull-up. Een van de meest fundamentele oefeningen binnen het calisthenics. Waar we het nu over gaan hebben is over hoe je het fout kan doen en hoe je die fouten kan voorkomen. Nou, dan moet je allereerst wat kennis hebben over hoe de schouder werkt en welke posities van de schouders belangrijk zijn binnen het calisthenics. Nou, daarvoor ga ik even mijn shirt uit doen zodat ik het goed kan demonstreren. Zo, shirt is uit. Oké, de schouders. Wat zijn nou belangrijke schouderposities binnen het calisthenics? Dat is protractie, retractie, depressie en elevatie. Wat houdt dat nou allemaal in? Protractie. Je schouderbladen komen eigenlijk om je romp heen naar voren toe. Retractie. Je schouderbladen gaan naar achteren toe. Ja? Elevatie. Schouders optrekken. Depressie, schouders naar beneden. Dat zijn de vier posities die heel erg belangrijk zijn binnen het calisthenics. Pull-ups kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren uitvoeren. Zoals je hier een paar voorbeelden kan zien. Bijvoorbeeld een wide pull-up. Een close grip pull-up. Een chin-up. Dus met de handpalmen naar je toe. Een archer pull-up. En noem maar op. Zo zijn er nog wel veel meer pull-ups te benoemen. Maar nu gaan we het hebben over de standaard pull-up. Waar moet je nou opletten als je pull-ups gaat doen met je schouders? Is dat je schouders in retractie zijn en in depressie. Ik zal het even voordoen. Vanuit de dead hang, dit noemen we de dead hang, ga je eerst je schouderbladen activeren. Depressie. Omhoog hier. Daarna trek je jezelf omhoog, waarbij je je schouderbladen naar elkaar toe knijpt en je schouders in depressie zitten. Dus niet optrekken zoals hier. Nee, je zit hier. Dan laat je weer rustig zakken en dan ga je weer helemaal uithangen. Ja, nog een keer. Scapula activeren. Omhoog trekken, schouders zijn laag. Dus niet omhoog, niet naar voren, niet hierheen, hierheen. En weer rustig terug. En zo voer je een standaard pull-up optimaal uit. Nou, vond je deze video leuk? Geef een like, abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan en druk op die bel om geen enkele andere video meer te missen. Nou, mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Tot de volgende keer!